Dag allemaal, hartelijk welkom bij Bureau Boeiend en welkom in Utrecht, een van de oudste steden van ons land. Ik sta hier op de plek waar ooit de Mariakerk heeft gestaan. Een prachtige Romaanse kerk die helaas vanwege bouwvalligheid is afgebroken. En waar alleen deze kloostertuin nog van rest, althans een aantal bogen. Hoe de Mariakerk eruit heeft gezien weten we dankzij schilderijen. Want toen ze werd afgebroken was de fotografie er nog niet. Nou, moet u niet blind varen op datgene wat schilders ons laten zien. Zij kunnen de compositie immers veranderen, iets verbloemen, iets wijzigen, naar believen. Maar iemand die wat betrouwbaarder was dan zijn collega's, was Pieter Saanredam. En in deze video zal ik u laten zien wat hij hier in Utrecht, maar ook in Amsterdam en in Assendelft waar hij vandaan kwam, heeft geschilderd. En wat we daar tegenwoordig nog aan hebben. Pieter Saanredam werd in 1597 geboren in het Hollandse dorp Assendelft. Hoewel hij vanaf zijn 12e tot aan zijn dood in 1665 in Haarlem woonde, moet hij enkele keren terug zijn geweest. Hij heeft het dorp met zijn kerk namelijk een paar keer getekend en geschilderd. Die kerk heette de Sint-Odulfus en ze is er niet meer, want de Sint-Odulfus die nu in Assendelft staat is uit het einde van de 19e eeuw. Dankzij Saanredam weten we echter hoe het de oude kerk er van binnenuit heeft gezien. Wie Saanredam zegt, zegt namelijk kerkinterieur. 17e eeuwse schilders waren gespecialiseerde vakmensen en het specialisme van Saanredam was het kerkinterieur. Het valt wel op dat in al die kerken van Saanredam slechts twee keer een preek te zien is. Beide keren in Assendelft. Saanredam had een persoonlijke band met dit gebouw. Zijn vader, zelf graveur, is er begraven. Kijk, dat is zijn grafsteen op de voorgrond. Saanredam maakte zijn schilderijen soms pas jaren na een plek te hebben bezocht, maar dat deed hij wel aan de hand van heel exacte constructietekeningen. Hij mat de ruimte, tekende de perspectieflijnen en had zo een exacte basis voor het eindproduct. Zo ging het ook hier in Utrecht, waar hij in 1636 naartoe was gereisd. Hij maakte er tal van exacte tekeningen die hij verwerkte tot schilderijen. Eén van de onderwerpen was de Mariakerk. Trouwens, de drie gezichten op de buitenkant van een kerk die we van Saanredam nog hebben, zijn alle drie van deze Mariakerk. Dit Romaanse gebouw stamde uit de 11e eeuw, maar had geen religieuze functie toen Saanredam in Utrecht was. Op de tekening van Saanredam valt op dat er schuurtjes tegen de gevel staan. Maar hij noteerde op het papier dat één ervan in september 1636 afgebroken werd. Op het schilderij dat hij later van deze compositie maakte, heeft hij ook het andere schuurtje achterwege gelaten. Een beetje Photoshop dus. Het valt wel op dat op een andere, grotere versie van dit onderwerp, het roosvenster een andere vorm heeft gekregen. Hoewel hij gedetailleerd te werk ging, paste ook Saanredam namelijk de werkelijkheid soms aan. De twee torens die u links ziet zijn die van de buurkerk en de dom, en beide staan er nog. Van het interieur van de Mariakerk zijn nog 11 tekeningen en 8 schilderijen van Saanredam bekend. Om de afmetingen van de ruimte te suggereren, lardeerde hij, maar soms een collega, de voorstellingen met mensen. Die liepen er in werkelijkheid niet. In 1636 had het gebouw immers geen functie. En kijk eens waar hij signeerde. Een soort graffiti op de zuil. Dit schilderij werd aangekocht door niet zomaar iemand. De invloedrijke diplomaat en politicus Constantijn Huygens. Saanredam was namelijk bevriend met architect Jacob van Kampen. En die was weer een bekende van Huygens. De vriendschap met Van Kampen leverde Saanredam nog een opdracht op die met dit gebouw te maken heeft. Dat zat zo. U kijkt hier in Amsterdam op de plaats naar het stadhuis, waar u nu op de Dam niets meer van zult terugvinden. In 1641 kreeg Saanredam van zijn vriend Van Kampen de tip dat het Amsterdamse stadsbestuur een nieuw stadhuis ging bouwen om het oude, te klein geworden gebouw te vervangen. De bebouwing die u op deze plattegrond ziet, moest ervoor wijken. In datzelfde jaar, 1641, maakte Saanredam een exacte tekening van het stadhuis. 7 jaar later,
In het vredesjaar 1648 ving de bouw van het nieuwe gebouw aan, maar in 1652 brandde het oude stadhuis af. Het was een ongeluk, geen brandstichting of zo. In 1655 was het nieuwe stadhuis klaar. Tegenwoordig het Koninklijk Paleis. En het oude? Een herinnering. En juist als herinnering schilderde Sanredam dit werk, dat hij in 1658 aan de burgemeesters aanbood als aandenken. Hij maakte een getekende kopie naar en noteerde erop wat hij ervoor kreeg. Ik citeer, 400 gulden in alle min en vriendelijkheid, nevens beloften van mijn in het toekomende meerder te zullen gedenken, ordonerende dat dit stukken op de burgemeesterskamer te zullen blijven hangen. Einde citaat. In die tijd was 400 gulden een hoog bedrag. Als u nu eens in het Rijksmuseum bent, kijk dan heel nauwkeurig naar dit werk. Op de drempel ziet u een notitie staan. Dit is het oude raadhuis der stad Amsterdam, welk afbrandde in het jaar 1651, de 7e juli, in 3 uren tijd zonder meer. Een foutje, want de brand vond een jaar later plaats, maar dat vergeven we. Ziet u ook wat er op de luifel staat? Pieter Sanredam heeft het eerst naar het leven getekend in al zijn couleuren in het jaar 1641 en uitgeschilderd in het jaar 1657. Dankzij dit soort schilderijen krijg je een goed beeld hoe de Dam er ooit uit heeft gezien. En niet alleen de Dam, maar ook tal van andere plekken in tal van andere steden. Wees wel voorzichtig. Niet alle schilders zijn even betrouwbaar als Pieter Sanredam in hun stadsgezichten. En Pieter Sanredam zelf ook niet altijd. Dank jullie wel voor het kijken. Tot ziens!